lange stilte in de vastelovenswereld mogen we eindelijk weer. Het Cambrinusgilde heeft de laatste weken dan ook nauwelijks stilgezeten. Wie wordt de nieuwe voorganger voor seizoen 2021-22? We zijn hier bij het Biercafé van Roermond, Den Heilige Cornelius, waar wij dadelijk onze nieuwe voorganger, Cambrinus, de koning van het bier, gaan uitroepen en installeren. Ja, en wanneer is dat begonnen? We zijn opgericht in 2015. Toen hebben wij ons zeg maar samengegooid. We wilden iets nieuws organiseren binnen het carnavalswereldje. We hadden al een verleden binnen verschillende carnavalsverenigingen. Maar we wilden een keer iets totaal anders als het standaard gebeuren. En toen kwamen we op het idee om Cambrinus Gilde op te richten met Cambrinus, de koning van het bier, als voorganger. Ja. Vervolgens krijgt hij de troonjuwelen over de schoof van zijn vingers, de koninklijke ringen. Zo. En dan staat ze, het marsibol, de prins heeft de scepter en de koning van het bier heeft zijn bierpul als marsibol van de koning van het bier. Overhandigd door de voorzitter Hans. Wie deze kreeg ze de mag over het geld. Nou, kijk eens aan. Ik heb alles onder mijn dienstpunt van doen. Namelijk, lever op het tong klimmen, dan in de roer zwemmen. Lever op het tong klimmen, dan in de roer zwemmen. Lever op het tong klimmen,